Hij stond echt te dansen. Je kunt het niet beter zijn. Hij stond te springen van het een naar het ander. En hij had met zijn armen zwaaien. En voor hen was dat natuurlijk vol adrenaline. Was dat een plezant moment in hun leven. Maar ik lag na enkele weken lag ik op de spoed in het hospitaal met hartklachten, serieuze hartklachten. U hoorde net Magda. Zij is uitbaatster van een buurtwinkel waar twee dieven hebben ingebroken. Ze roept de mannen op om zich te melden bij de politie. En ze heeft ook een persoonlijke boodschap voor hen. We zijn de buurtwinkel een negental jaar geleden begonnen, omdat er niks niet meer was. Iedere buurtwinkel die er was, die mensen zijn oud geworden, die zijn in pensioen gegaan. En toen vroeg mijn man, wilde jij niet een buurtwinkelje beginnen? En de buurt was natuurlijk super blij dat het terug een buurtwinkel was. De Carrefour Express wordt Magda haar levenswerk. Maar een jaar geleden verandert alles. Op 19 april breken twee mannen brutaal het raam van de winkel in Astenen. Als ik de beelden bekeek, was het echt chockerend de manier waarop dat die twee jongens het gedaan hebben. De eerste verdachte loopt achter de kassa en steelt enkele flessen drank en sigaretten. Hij gaat snel terug naar buiten, glijdt bijna uit en maant zijn compaan aan om voor te maken. Maar daar trekt de tweede verdachte zich weinig van aan. Hij loopt wat rond in de winkel tussen de rekken. Ondertussen is de verdachte binnen ter hoogte van de diepvriezers. Hij lijkt niet goed te weten welke kant hij uit moet en doet dan een soort van dansje. Hij stond echt te dansen. Je kunt het niet beter zijn. Hij stond te springen van het een naar het ander en hij had met zijn armen zwaaien. En dan langs de andere kant nog wat dansen. Nu begon de andere dan te roepen, de flikken zijn daar. En dan begon hij nog op zijn gemakske te shoppen. Kijken welke sigaretjes dat hij ging meedoen. En kijken welke drang dat hij ging meedoen. De verdachte lijkt uitgebreid de tijd te nemen om het juiste merk sigaretten te kiezen. Hij neemt nog enkele flessen sterke drank mee, maar blijft haperen aan het rolgordijn aan de ingang van de winkel en laat de flessen vallen. Door zijn stuntelig gedrag komt hij vrij goed in beeld. De jongeman heeft bruin haar dat onder zijn kap uitkomt. Ja, de manier waarop was zodanig klungelachtig. Eerst zijn ze zodanig kwaad dat je denkt, allee, verdorie, waarom? He? Maar dan zie je die jongens zo klungelen. Het zijn absoluut geen beroepscriminelen. Dat zie je aan de beelden. Die jongens, ja, wat bezielde hem. Uit het onderzoek blijkt dat de mannen al even rondhingen in de buurt. Ze komen de eerste keer in beeld in de achterstraat in Astenen. Uit verklaringen van buurtbewoners zouden ze daarna aan de deurklinken van auto's in de buurt hebben gevoeld. Op de parking over de buurtwinkel. Ze zijn verschillende keren op en af naar de ingang van de buurtwinkel gelopen. Iets later zijn ze te zien aan een oprit van een huis iets verder in de Kromme Straat. Je verwacht het absoluut niet en je denkt, ja, in Astenen, dat zijn hier allemaal brave mensen en zijn hier ook allemaal brave mensen. Maar dan plotseling gebeurt er zoiets. Absoluut niet aan gedacht dat dat mogelijk zou zijn. En dan nog waarschijnlijk jongens uit de buurt, denken we. Na de inbraak vluchtte de verdachte weer weg met de fiets. Amper 3 minuten later komt de politie aan, maar de vogels zijn gaan vliegen. Magda wordt direct verwittigd door de politie en haast zich naar de winkel. Als je dan binnenkomt, dan denk je, ben ik nu aan het dromen of sta ik hier nu eigenlijk echt in de winkel? En je kijkt dan naar je deur en dan naar de ravage in je winkel en dan realiseer je wel van, ja, het is geen droom, hè, het is echt de realiteit. En dat was echt om, ja, dat was echt om te huilen. Gelukkig is er niemand gewond. Maar uw lichaam verwerkt dat niet. En na een week of 2, 3 lag ik op de spoed met hartstoornissen. Ja. En dan zei de arts, ja, wat heb jij tegengekomen? Uw hart slaagt bijna tegen. Dat was vibreren dat mijn hart deed. Mijn lichaam sloeg op hol, in feite.
De politie hoopt nu dat iemand de mannen op de beelden herkent of een nuttige tip kan geven. En ook Magda wil dat de verdachten worden opgepakt. En ze heeft een boodschap voor hen. Ik zou de jongens eigenlijk zelf een keer willen zien en zelf vragen, waarom doe je dat? Ze kunnen altijd bij mij komen babbelen en een keer face-to-face zeggen van kijk, voilà, ik heb dat gedaan. Als ze zo jong beginnen, dan is het wel goed mogelijk dat ze later in een grotere criminaliteit vertoeven of terechtkomen en dan zijn ze helemaal verloren. Nu zijn ze nog jong, nu kunnen ze nog op het juiste spoor gezet worden. Dat ze toch een keer nadenken als ze zoiets doen, impulsief.